Bart Somers, we zijn 22 maart. Een jaar geleden was Brussel opgeschrikt door verschillende terroristische aanslagen. Heeft Vlaanderen op dat jaar tijd voldoende gedaan? Vlaanderen heeft wel heel wat gedaan. En ik mag toch wel zeggen dat Open VLD mee aan de basis lag van ook enige Vlaamse actie. Toen de problematiek opdook, waren wij een partij die vroeg naar een commissie die zich boog over de radicalisering en hoe we kunnen deradicaliseren. Alle andere partijen waren dat idee niet genegen. Ze snapten niet of zagen onvoldoende hoeveel instrumenten er in Vlaanderen al aanwezig zijn om mee bij te dragen tot een echt veiligheidsbeleid. Als we radicalisering willen stoppen, zullen we vooral ook moeten voorkomen dat mensen radicaliseren. En daar liggen alle instrumenten eigenlijk op Vlaams vlak. Als vandaag de dag de federale minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw De Bolle, de bazin van de politie, heel duidelijk zegt dat we nood hebben aan een geïntegreerde aanpak. Repressie samen met preventie, dan zegt men eigenlijk federaal samen met Vlaams. En daar waar er in het begin aarzeling was, ook bij de bevoegde ministers, hebben we die aarzeling kunnen doorbreken. En nu heeft Vlaanderen inderdaad heel wat maatregelen al genomen om op het vlak van deradicalisering een echt beleid te voeren. Preventie, meer inclusieve aanpak en dergelijke meer. Kan er meer gebeuren? Evident. En daar willen wij als Open VLD altijd de motor zijn van een nog sterker beleid dat inzet op inclusie en preventie. Maar om die voedingsbodem van radicalisering weg te nemen, vindt u dat wij eigenlijk allemaal een inspanning moeten doen? Ja, dat is natuurlijk wat de aanslagen veroorzaakt hebben. Dat we leven niet meer in een vrijblijvende tijd. En sommige mensen zijn kwaad, vervallen dan gemakkelijk in een wij-zij-denken, proberen de oorzaak en de verantwoordelijkheden bij anderen te leggen. Terwijl we nooit mogen vergeten dat dit een samenleving is, dat dit steden zijn die we delen met elkaar. Dat we samen burger zijn in deze samenleving. En dat we dus samen er moeten voor zorgen dat we vooruit geraken. Dat we oplossingen vinden, dat we een manier vinden om in harmonie samen te leven. En dat vraagt van ieder van ons een inspanning. Dat vraagt een inspanning van ouders, dat vraagt een inspanning van het onderwijs, dat vraagt een inspanning van burgers om werk te zoeken, zich te integreren, Nederlands te leren. Maar dat vraagt ook van ieder van ons een zekere openheid om de vrijheid die we zo koesteren aan iedereen te gunnen in onze samenleving. En ik denk dat daar de liberale remedies die naar het individu kijken en niet naar de groep de beste weg zijn om zo'n samenleving in diversiteit goed te organiseren. Oké, dank u wel.